Het is bekend, jongens. Call of Duty 2016 gaat gemaakt worden door Infinity Ward. Wat gaan wij verwachten? Ik ga het met jullie bespreken vandaag in deze video. Vergeet even niet je blauwe duimpje omhoog achterlaten. Helpt mij natuurlijk enorm. We gaan kijken natuurlijk wat Infinity Ward al heeft gemaakt en wat de andere Call of Duty's hebben gemaakt. Want zoals jullie weten, het is heel vroeg op dit moment met Call of Duty nieuws, want Black Ops 3 is nou pas 2 maanden of 3 maanden uit, geloof ik dus. En nu is er al op Twitter bekendgemaakt door Infinity Ward zelf dat hun dit jaar de Call of Duty gaan maken. En ik had op Twitter een poll gezet van wat willen jullie graag zien voor nieuwe Call of Duty. MW4, Ghost 2 of een heel andere game. Heel veel mensen hebben op MW4 gekozen en mijn mening zelf was dus ook MW4. Simpelweg had je natuurlijk weer de Specialist. De MOAB komt waarschijnlijk dan terug of iets anders. Wat natuurlijk gewoon super awesome is. Maar wat Infinity Ward heeft gezegd is dat zij een heel ander soort game gaan neerzetten dit jaar. En daar ben ik echt super en ook echt super benieuwd voor. Want ze hadden getweet namelijk, we can't wait to see. Ze hadden gezegd, ik weet niet precies de vertaling ervan. Maar ze hadden gezegd, we kunnen niet wachten om jullie te laten zien wat we hebben gemaakt voor dit jaar. Ik ben benieuwd. Natuurlijk, de allereerste dingen zou je toch wel op Gamescom en alles wel gaan zien. En ja, ik ben natuurlijk wel fucking hype voor natuurlijk. Want je weet, ik ben een Call of Duty Only kanaal. Bijna dan. En ik kan natuurlijk niet wachten tot het eerste nieuws wat eruit gaat komen. Want natuurlijk, iedereen praat erover de movements. Gaan we weer extra's terugkrijgen? Gaan we weer normal basic movement terugkrijgen, zoals gewoon het springen, dat je niet hoger dan 10 centimeter de lucht in springt of zo. En we willen gewoon kijken wat het gaat brengen. Wie weet krijgen we weer exos terug, wie weet krijgen we de exos van Advanced Warfare terug of de exos of boost jumps uit Black Ops 3. Want we weten niet. Infinity Ward heeft natuurlijk Call of Duty Ghost gemaakt. En daar hadden we als zombie thema natuurlijk Extinction. Ik ben zelf niet erg fan van zombies. Ik kan het wel spelen, maar het is niet echt zo van ik speel heel de dag zombies. Ik speel liever heel de dag multiplayer. Maar Extinctions vond ik ook niet echt al te leuk. Daarom gaan wij hopelijk binnenkort al snel te zien krijgen wat we kunnen dus gaan verwachten. We zullen dan eerst een singleplayer trailer te zien krijgen natuurlijk. En later dit jaar nog de multiplayer trailer, waar ik echt super, maar ook echt super hype voor ben. Want ik ben benieuwd wat we in dit jaar gaan neerzetten. Ik hoop dat jullie ook benieuwd zijn. Laat even in de comments achter wat jullie hopen. Wat voor Call of Duty ze eruit gaan brengen. Een mix van MW3 met Ghost. Of een mix van Advanced Warfare met Ghost. Of een mix van Black Ops 1 met Ghost. Ik zeg maar wat, Black Ops 1 kan niet, want Treyarch heeft het natuurlijk gedaan. Maar Infinity Ward heeft 3 jaar de tijd gehad om dus een game neer te zetten. Dit is het 3e jaar en ik ben best wel benieuwd wat ze dus gaan neerzetten. Zoals je weet, Treyarch heeft Black Ops 1, Black Ops 2 en Black Ops 3 gemaakt. Sledgehammer heeft meegewerkt aan MW3 en heeft in zijn eentje Advanced Warfare neergezet. En Infinity Ward heeft natuurlijk MW3, wacht even, MW2, MW3 en dan dit jaar gemaakt. Ik weet even niet welke COD of ze COD 4 hebben gemaakt. Telefoon. Even zo. Maar we gaan het zien. Ik ben in ieder geval hype dat Infinity Ward gaat doen. Want Infinity Ward maakt zelf best wel goede games, vind ik. Ik weet niet hoe jullie het vinden. Laat het beneden achter in de comments. Ik hoop jullie te gezien bij de video van morgen. Ik ben super hyped voor het nieuws wat er nog mee gaat komen. Als er iets van nieuws is, laat ik het jullie weten door middel van zo'n video. Of door middel van een gameplay. Bedankt voor het kijken. Tot morgen bij een gloednieuwe video om 3 uur precies. Doei jongens.